Zaterdag 3 december bezochten honderden cultuurminnende jongeren verschillende Gentse musea tot in de late uurtjes. En dit gratis en voor niets. Naast museumhoppen kon je aan tal van randactiviteiten deelnemen en al feestend de nacht ingaan. Maar waarom trekken jongeren liever 's avonds naar de musea? Ik kom graag naar museumnacht omdat er dan meer mensen zijn, meer dingen te doen en ja, je meer dingen beleeft en meer tijd hebt. Dan gewoonlijk, want gewoonlijk sluiten die ook vroeger. En heb je daar geen tijd voor als je naar school moet gaan bijvoorbeeld. De Studio Brussel actie Music for Life bracht dit jaar meer dan 5 miljoen euro op. Ook Mediaraven heeft het hart op de juiste plaats en verkocht snoepen voor het goede doel. Nog nooit heeft een solidariteitsactie in Vlaanderen zoveel mensen in beweging gezet, klinkt het bij Studio Brussel. Met de opbrengst van de snoepenactie steunt Mediaraven het vogelopvangcentrum in Merelbeke. Op 6 november werden Hanne, Klaasje en Marten de nieuwe K3. Meer dan een maand later stellen zij hun eerste cd 10.000 luchtballonnen voor. Mediaraven trok naar Antwerpen om te horen wat zij daarover te vertellen hebben. In al onze liedjes zit wel een boodschap. Ons liedje 10.000 luchtballonnen gaat over de oorlog, wat dat ook heel actueel is. En daarmee zeggen we ook van, laat het stoppen, zorg dat er vrede is. Maar ook in andere liedjes zit een heel mooie betekenis. Uit de jaarlijkse studie van de cijfers van het Onderwijs Vlaanderen door ROSA, het expertisecentrum voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, blijkt dat jongens nog steeds vooral exacte wetenschappen en ICT studeren, terwijl meisjes eerder een verzorgings- of onderwijsrichting volgen. Dit toont aan dat genderstereotypen nog steeds aanwezig zijn in onze samenleving, ondanks het feit dat iedereen gelijke kansen tussen mannen en vrouwen belangrijk vindt. Toch geven volwassenen onbewust genderclichés mee door verschillende speelgoed te kopen voor jongens en meisjes, of prenten te tonen van mannen- en vrouwenberoepen. Dit beperkt kinderen in de ontwikkeling van hun talenten en interesses, en leidt op latere leeftijd soms tot verkeerde studiekeuzes. Om kinderen en docenten hiervan bewust te maken, introduceerde ROSA Gender in de Klas. Een platform dat hoopt mee bij te dragen aan een gendercliché-loze samenleving. Meestal zit ik gewoon thuis achter mijn bureau en dan zet ik wat muziek op of zo. En dan probeer ik de leerstof in mijn hoofd te krijgen. Mijn studiemethode is vooral om te proberen alles als een verhaal te vertellen achteraf, zoals bij geschiedenis. Dat ik aan de hand van enkele kernwoorden of titeltjes mijn verhaal kan vertellen. En als je goed gestudeerd hebt, dan zou alles vanzelf moeten komen en dan weet ik of ik het kan. Op tijd eten. Dus op hetzelfde uur altijd eten, zodat ik een structuur heb in mijn dag. Ik studeer graag meer in de avond en liefst thuis. En bijvoorbeeld in een bieb studeren, dat lukt mij echt totaal niet. Ik begin wel altijd op het juiste, op een rond getal met studeren. Dus als het zo 1 à 3 is, dan wacht ik liever tot 3:15 of 4:30. Omdat het anders klopt.